Ros Holland Sport, nabeschouwing. Wilco Klomp dus, is de nieuwe trainer van SC Weesper. Hij volgt Jeroen Veldwijk op. Als nieuwe trainer van Weesper, die naar een jaartje het voor gezien houdt. We hebben aan de telefoon. Goedemiddag, Wilco. Goedemiddag, Bert. Ja, ik ben Luc. Bert is aan de andere kant van de lijn. Goedemiddag, goedemiddag Wilco. Dat maakt niet uit. Hi. Jij wordt de nieuwe trainer van Weesper. Eerst maar even de vraag. Wie is Wilco Klomp? Wie is Wilco Klomp? Nou, ik ben getrouwd, ik ben woonachtig in Twello, heb 3 kinderen en de afgelopen jaren altijd jeugdtrainer geweest bij Twello en afgelopen 2 jaar bij Teugen en daarnaast ook assistenttrainer bij het eerste van SV Twello. Oké, nu word je de trainer van SC Weesper ook. Klopt, ja. Hoe ben je bij deze club gekomen eigenlijk, bij Weesper? Hoe ben ik bij Weesper gekomen? Nou, ik heb na afgelopen jaar een aantal assistent geweest bij het eerste van Twello. En allebei de trainers die zeiden van, Wilco, je moet een keer zelf hoofdtrainer gaan worden. En dit jaar heb ik dan gedacht van, volgend jaar dan moeten we maar een keer de stap durven gaan maken. En anders komt er nooit meer wat van. En heb ik wel gekeken naar, oké, welke clubs ga ik solliciteren en welke bewijzen van spreken niet. En ja, dan ligt mijn hart zeg maar toch meer bij een dorpsclub. En vandaar ook mijn keuze bij Weesper. Oké, en wat is dan precies de reden dat je voor een dorpsclub? Is dat dan de hechte band of zo binnen het dorp of dat het zo leeft? Ja, dat voornamelijk. Voornamelijk ook de hechte band die er is. En het is vaak wat gemoedelijker om dingen voor elkaar te krijgen en dergelijke. Er is niet zoveel verloop en dat soort dingen allemaal. Dus meer tijd en ruimte om te bouwen, zeg maar, aan een NFL. Ja. Weesper die had de afgelopen jaren natuurlijk Veldwijk als trainer. Die is eigenlijk maar ongeveer 3 wedstrijden in ieder geval de competitie heeft hij maar met hun getraind. Daarvoor was natuurlijk nog weer een andere trainer, Marco Jansen Floorkeers. Ga jij nog iets van de manieren bijvoorbeeld op hoe zij speelden, ga je dat voortzetten of ga je dat helemaal op een nieuwe manier doen? Of is er eigenlijk niks opgebouwd omdat dit seizoen eigenlijk zo kort was dit jaar? Ja, ik denk voornamelijk het laatste natuurlijk. Je hebt afgelopen seizoen, net wat je zegt, je hebt 4 wedstrijden gespeeld. En daarna is dat door beperking en dergelijke geen tijd geweest om dingen op te bouwen, denk ik, binnen een team. Ja, je traint eigenlijk alleen nog maar. En de laatste maanden is het of in 2-tallen en daarvoor in 4-tallen. Mm-hmm. Dus echt de wedstrijdvormen en dergelijke, die zijn er afgelopen maanden niet meer geweest natuurlijk. Nee. Dus nu is denk ik heel veel ruimte en, om iets anders neer te zetten. Maar wat jij nu misschien ook al, omdat er eigenlijk niet zo... Veldwijk blijft wel gewoon nogal, als eventueel in het voorjaar bijvoorbeeld nog iets van een regencup komt, dan blijft Veldwijk dat gewoon doen, toch? In principe wel. Wat ik daar hebben we het verder niet over gehad, maar ik ga ervan uit dat gewoon Jeroen het jaar afmaakt, zeg maar. Ja, precies. In principe krijg je dus voor volgend jaar... helemaal nieuw team dat misschien niet bevooroordeeld dus is op de manier van spelen en zo. Eigenlijk krijg je een beetje carte blanche. Wat wil je eigenlijk met het team gaan doen? Of wat van wanneer wil je gaan voetballen? Of hoe zie jij dat voor je? Nou, mijn manier van voetballen is... ik hou van een aanvallend systeem. Altijd wel blijven letten op de verdediging en dergelijke, maar... Ik probeer altijd hoge druk te zetten op de helft van de tegenstander, indien het mogelijk is. En van daaruit proberen zo snel mogelijk weer een bal te veroveren en dergelijke. Een beetje de Liverpool-stijl, zeg ik altijd. Jurgen Klopp en consorten die dat gegenpressing geïntroduceerd hebben. Mm-hmm. Dat systeem dat ligt me wel en die spelopvattingen en dergelijke. Precies. Maar dat vergt wel heel veel samenwerking en conditie. En want als één iemand gezaakt tijdens een moment in de wedstrijd, dan heb je natuurlijk kans dat je hoog in het veld staat, dat je een counter tegen krijgt. Ja, samenwerking is dus belangrijk. En hoe wil je een teamband gaan creëren?
die voor jou werkt? Voor hun werkt? Ja, kijk, op het moment dat je naar binnen komt bij de vereniging, probeer je zoveel mogelijk te doen en dergelijke. Veel trainen, ja, ook na trainingen en dergelijke. En de koppen bij elkaar zitten en eventueel een keer een avondje stappen of weet ik veel wat allemaal doen. Dingetjes eromheen doen. Mm-hmm. Mocht je bijvoorbeeld een weekend niet kunnen voetballen door weersomstandigheden, dan proberen wat anders te organiseren, zodat je altijd bezig blijft met elkaar en dergelijke. Ja. Dat er toch wel een hecht team kan ontstaan. Oké, nice. Bert is er ook. Bert zit vanuit zijn eigen huis in Weijen. Je hoorde hem net al even. Heb jij vragen, Bert? Ja, nou, je hebt natuurlijk al heel wat mooie vragen gesteld aan Wilco. Goedemiddag trouwens. En ja, ik was wel benieuwd wat Wilco ervan vindt, zeg maar, van het seizoen zoals dat nu gaat. En wat dan bijvoorbeeld nog als leuk slotstuk op de competitie is. Is dat dan bijvoorbeeld die Regio Cup waar de KNVB het over heeft? Of heeft Wilco bijvoorbeeld ook een voorkeur voor een eigen opgezette competitie met een aantal teams? Nou, wat ik... kijk, dit jaar ben ik nog trainer bij de A bij Teugen en dergelijke. En daar waren we ook al benaderd door een aantal andere verenigingen in de regio. Die allemaal een beetje hetzelfde niveau spelen. Eerste klasse of hoofdklasse. Daar hadden wij inmiddels al een eigen competitie opzet van gemaakt. En daarnaast zijn we, krijg je achteraf bericht van de KNVB dat ze dan eventueel ook wel een regio cup willen. En het is natuurlijk een goed initiatief van de KNVB, want ik denk dat als ze het niet doen, dat je anders een hoop leden kwijtraakt. En dat proberen ook te voorkomen. Alleen de echte competitie, een regio cup, dan het is natuurlijk niet zoals een hele competitie die je normaal speelt. Maar het blijft natuurlijk wel even competitief. En dat is natuurlijk wel een voorwaarde voor het spelletje voetbal. Dat je toch eigenlijk, je speelt eigenlijk toch wel een beetje om te winnen uiteindelijk. Er komt een hoop plezier bij kijken, maar uiteindelijk, als je 3 punten hebt pakt, dan is het altijd leuk. Ja, absoluut. Dus in die zin, is het is sowieso te hopen dat we überhaupt nog iets gaan doen met voetballen. Want zo'n jaar is dit en ook natuurlijk een seizoen daarvoor. Is natuurlijk wel heel, heel jammer dat het zo gegaan is uiteraard voor de mensen die zo veel beleving hebben bij het voetballen. Ja, zeker als je kijkt naar de afgelopen 12 maanden. Ik denk dat je in de competitie nog geen 8 wedstrijden hebt gevoetbald, denk ik. Mm-hmm. En dan normaal voetbal je 30 tot 40 wedstrijden in een seizoen. Nu in het afgelopen anderhalf jaar, dan zijn het er maar 8, denk ik, geweest. Ja, dus dat is wel een stukje minder. Ja, precies. Nou, hopelijk. Ik denk zelf dat we er ook komend seizoen nog wel een klein beetje last van hebben. Want persoonlijk verwacht ik ook dat we zitten natuurlijk met die vaccinaties. Hoe dat allemaal handen en voeten gegeven gaat worden. Maar goed, ik ben daar te weinig voor ingelezen om daar hele zinnige dingen over te zeggen. Medisch gezien. Ik heb er geen verstand van. Dus heb je naast... Luc heeft natuurlijk ook al gevraagd over je doelen en zo. Maar heb je nog specifieke doelen, zeg maar, die je gewoon vanuit jezelf als trainer, zeg maar, wilt overbrengen naar de groep? Nou, wat ik zelf altijd probeer over te brengen, is een hoop plezier binnen een elftal en van daaruit een team op te gaan bouwen en proberen zoveel mogelijk punten te halen indien mogelijk. Kijk, als je kijkt naar de resultaten van de afgelopen 3 wedstrijden, dan hebben ze, kan ik het niet slechter doen, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus het is 3 wedstrijden 0 punten geweest. Dus aan de ene kant is het misschien een heel mooi moment om in te stappen. Andere kant kan het misschien ook zijn van er heerst een beetje negativiteit. Maar dat denk ik niet dat dat binnen Wezep is. En dat het gewoon een hele rustige, relaxte vereniging is waar je gewoon je werk goed kunt doen. En als het eenmaal begint te lopen en beginnen punten te pakken, dan komt het vertrouwen er ook wel weer. Ja. Heb je ook nog gesproken met de huidige trainer, toevallig? Nee, ik heb Jeroen niet gesproken. Ik ken Jeroen verder wel van vroeger uit, maar ik heb hem verder nog niet gesproken. Nee, precies. Nee. Nee, had gekund. Misschien dat ik het nog wel even ga doen, hoor. Dus hij woont vlakbij in de buurt. Dus. Zo gauw het weer kan, even een bakje doen, hè? Ja, daarom. Dus kijk of dat die tijd het ook weer toelaat, hè? Met de corona en dergelijke. Ja, precies. Ja.
Helemaal goed. Luc, heb jij nog vragen aan Wilco? Nee, volgens mij wel een duidelijk verhaal. Ik hoor vooral dat het volgens mij, als het plezier er is, dan moet de rest goed komen. Of niet? Dat merk ik ook wel een beetje op. Als dat niet van goed zit, dan komt de rest ook wel een beetje vanzelf, heb ik het idee. Ja, kijk, als het eenmaal begint te lopen en er komt plezier in het spelletje terug en je hebt vertrouwen in elkaar, de rest van het team en de begeleiding, dan moet het wel goed komen, denk ik. En ja, van daaruit gewoon lekker een mooi seizoen maken en wie weet pak je een keer een periode of wat dan ook. Ja. Dus allemaal afwachten nog. Ik hoop in ieder geval dat we snel weer aan de slag kunnen als trainer en voetbaldier, maar... Mm-hmm. Dus nog even afwachten. Precies, ja, dat is nog even afwachten natuurlijk. Maar plezier is denk ik wel de basis. Ik denk dat daar wel mee begint om de basis voor succes. Dat het wel in het plezier zit. Heb je er misschien nog in de stand dan? Want je zei net wel, misschien dat we iets van een periode pakken of zo. Heb je al een beetje idee waar je misschien ergens wel eindigt in die vijfde klasse? Nou, je weet natuurlijk ook niet wat de ontwikkelingen zijn binnen de huidige zondagteams. Gaan er misschien wat meer op zaterdag voetballen of wat dan ook en dergelijke. Maar als ik kijk een beetje naar die klasse, kijk, in eerste instantie kampioen worden. Ja, dat is leuk en aardig, een mooie doelstelling, maar... Ik denk dat je ook wel reëel moet zijn dat er niet in één keer in zit. Als je dan leuk mee kan doen om een periode en je kunt er uiteindelijk eentje pakken, dan dat is altijd een leuk toetje natuurlijk. En wie weet, door middel van dat toetje aan het eind van het seizoen, dat je alsnog promotie kan afdwingen. Ja, precies. En dergelijke. Dus dat is een beetje niet echt een doelstelling, maar dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Ja. De bovenkant van de middenstreep, linker rijtje, dat zou ook wel mooi zijn dus in principe. Jawel, dat denk ik wel. Ik denk ook wel dat dat wel haalbaar kan zijn met het huidige team en dat er misschien eventueel nog bij komt, dus vanuit de jeugd. Kijk aan, mooi. Ik denk mooi dat je dan gewoon lekker mee kan draaien en lekker voetballen, plezier hebben, punten pakken en van daaruit de basis leggen. Mooi vooruitzicht, Wilco. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ik hoop het wel. Ik heb het wel. Hey, bedankt dat je even aan de telefoon wil komen. Succes bij Weespen. En maak er een mooi seizoen van, of als volgend jaar. En we hopen je dan graag weer te spreken. Is goed, we gaan ons best doen. Oké, dankjewel. Hoi. Dankjewel, Wilco. Bedankt. Fijne dag. Hoi. Dag.